De Vliegende Tijger speelt zich af in China tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoewel Duc Moran, de held van dit verhaal, fictief is, hebben de Vliegende Tijgers echt bestaan. Zoals we in de twee inleidende pagina's bij deze strip lezen, werden de Vliegende Tijgers opgericht door ex-kapitein van het Amerikaanse leger Claire Lee Chennault. Chiang Kai-shek, de leider van China tijdens de Tweede Wereldoorlog, had moeite met de aanval van Japan te bestrijden. Zijn leger was slecht uitgerust en leed zware verliezen. Het was erg moeilijk om de Japanners, die superieur waren in de lucht, te verslaan. China had wel een 100-tal vliegtuigen weten te bemachtigen, maar had geen piloten. Chiang Kai-shek gaf zijn vrouw de opdracht om het probleem op te lossen. Deze vroeg daarom Chennault om hulp. Deze zette een advertentie in een Amerikaanse krant om piloten te werven. Omdat Amerika nog niet in de oorlog betrokken was geraakt, luidde de officiële versie dat de piloten werden aangesteld om Chinese piloten les te geven. Maar in werkelijkheid moesten ze zelf de lucht in om de Japanse vliegtuigen neer te halen. Voor elk neergehaald vliegtuig kregen ze $500. Dus veel piloten, ook Duke, gingen naar China voor het geld. Maar enkele gingen uit idealistische motieven. Tot zover de geschiedenisles. Terug naar de strip. Dit verhaal is een actiestrip. Dat is één ding wat zeker is. Maar er valt zo af en toe ook nog wat te lachen. Vooral als Rose, de ex-vriendin van Duke, hem wil helpen. Dit loopt meestal uit op een fiasco. Zowel het verhaal als de tekeningen zijn van Ferdinando Tacconi. Deze Italiaanse tekenaar begon zijn carrière in de stripwereld in de jaren 70 met het tekenen van pulpcomics als Oltretomba en Terror. Ander werk van hem is onder andere The Gentleman. Zijn tekenwerk spreekt me erg aan. Het is erg dynamisch, wat niet onbelangrijk is bij een actiestrip. Een prima album, zeker een aanrader.